De noodhulpperiode ten behoeve van de door watersnood getroffen gebieden in Oost-Suriname is gisteren afgesloten. Dit zegt minister Edgar Diekan van Regionale Ontwikkeling. We spraken hem vanmorgen kort na de beëdiging van de nieuwe minister van Justitie. De tweede fase, het vroegherstel, is inmiddels ingegaan. Vroegherstel is de situatie waarbij de bewoners teruggaan naar hun normale manier van leven. Minister Diekan vertelt over het vervolgtraject. Wij zijn bezig nog met een derde evaluatieronde. We hebben al twee gehad. Waarbij we de derde fase zullen ingaan. Waarbij de clusters van ministers heeft gemeend om een pot in te stellen. Genaamd reconstructie binnenland na die overstroming. Dus dat gaan we nu becijferen volgende week. Zodat we het kunnen aanbieden ter goedkeuring aan de regering. De minister ging verder in op de gezondheidssituatie van de binnenlandbewoners na de overstroming en de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn. Wij maakten ons verschrikkelijk zorgen om dan na zulke grote overstromingen waar alles, noem maar op, wordt meegesleurd in de rivier. En we hebben ook gezien in andere landen waar het is gebeurd dat je meestal epidemieën daarna uitbreken. Heel gelukkig mogen we zeggen dat dit niet het geval is geweest. We hebben zuiveringstabletten meegegeven, achtergelaten voor de mensen. En we zijn bezig nu, want dat is een heel groot issue, drinkwater. We zijn bezig nu om ervoor te zorgen dat durotanks worden aangevoerd. Ik heb begrepen dat gisteren en eergisteren, althans van de week, het Pamaka-gebied reeds is voorzien. En dat de technici zo snel mogelijk zullen afreizen om die te installeren. En ook wat betreft waterinstallatie, waterzuiveringsinstallatie, gaan we zeker opzetten. RO-minister Edgar Diekan. Hij sprak onze nieuwsdienst vanmorgen na de beëdiging van de nieuwe minister van Justitie. Hij ging in op de situatie van de binnenlandbewoners die getroffen waren door watersnood. De minister rekent op het solidariteitsgevoel van de Surinamers om hulp te verlenen.